Goedemorgen, goedemiddag, het is inmiddels bijna. Het is maandag 5 december. Als je goed opgelet hebt, heb je 2 dagen gemist van Vlogmas. Het was weekend, dat was punt 1. Punt 2, ik had het druk met werken en het enige wat ik gedaan heb is een beetje aan mijn pinwheelblanket gebreid. Het huishouden gedaan, nou daar ga ik jullie niet in meenemen. Zou wel heel erg vermoeiend zijn, denk ik. Als het goed is, heb je net 2 foto's gezien, of 3, misschien 4, ik weet niet zo goed hoeveel ik gemaakt heb, van wat er in de adventskalender zat afgelopen weekend. Ik hou dat van mijn eigen adventskalender, zet ik ook altijd op mijn Facebookgroep. Daarin kun je ook zien wat voor wol het is. En dan probeer ik bij te zetten wat voor schaap het is. En dan vliegt hier een auto heel hard langs. Maar dat ga ik hier niet allemaal behandelen, want dan ben ik wel heel lang bezig. En ik wil ook niet alles uit mijn hoofd leren. Ik ga nu het adventskalender van 5 december openmaken, van de verjaardag van Sinterklaas. Ik geloof dat hier iets misgaat. De thee is Bright Mood. Zoals ze in het Duits eronder staat, Glückstee. Glückstee. Nou, er zit hier een zakje los. Die kwam mij al tegemoet. Ik weet niet bij welke dag die hoort, dus dat gaan we zien. Bright Tea. Of Bright Mood. Ik ben dan altijd heel benieuwd wat voor smaak het is. Tot nu toe zijn ze heel erg lekker. Deze kan weer terug zometeen. Dus die blijft staan. In mijn eigen adventskalender. Die ligt bovenop. Ik heb zelf nog niet eens tijd gehad om te gaan spinnen. Ja. Vandaag gaan we Sinterklaas vieren. Daar kan ik ook niet alles van filmen. Dus zit in. Een muis. Daar ga ik iemand blij mee maken. Oh ja, ik hoef geen chocola. En er zit een Scandinavische wol in. En die heb ik in blauw groentinten geverfd. Ik ga proberen of ik ze mooi kan laten zien. Dat vind ik ook altijd wel weer een trucje. Dit is een wat rustieke garen. En dit is ook niet een bepaald ras. Het is echt Scandinavische wolsoorten door elkaar heen. Ik ga proberen te achterhalen of ik nog kan achterhalen wat het precies is. De kleuren komen wel mooi overeen. Ik heb van de geverfde lontjes nog wolletjes over. Ik wou ze elke zondag online zetten, maar ja, gisteren werken, boodschappen doen. Toen was het al 3 uur, toen ging ik op de bank zitten, was het 3:30. Ik denk, voor 1 uur moet ik weg. Dus dat wordt hem niet, dat wordt wel heel snel. Ik heb wel de gare adventspakket strengen. Het was gisteren de tweede adventszondag. En voor adventszondagen heb ik ook een streng sokkengaren geverfd. 4 totaal. Er zijn nu 2 uitgepakt. En beide zijn wel online in mijn Etsy shop. Alleen de wolletjes nog niet. Ik ben morgen ook vrij. Ik moet alleen even naar de gemeente om mijn rijbewijs op te halen. Die heb ik verlengd. Die moet ik nog ophalen. Dus dat heb ik morgen. En ik denk dat ik dan ook de wolletjes online ga zetten. Wil je dat echt bijhouden? Kijk op mijn Etsy, op mijn Instagram. Daar zet ik het altijd op. Ik ben in mijn Facebookgroep. Facebookpagina komt het vaak. Omdat ik het op mijn Instagram zet, komt het daar automatisch op te staan. Maar ja, heb je iets gezien wat je echt heel graag wil? Stuur me gewoon een berichtje. Kunnen we vast wat regelen. Dan heb ik nog meer pakjes. Ja, het begint echt vroeg Sinterklaas. Dit is de Dutch Adventspak. Aan het gevoel, zeg ik, het zijn kruidnootjes. Het zijn allemaal kleine bolletjes. En dat is het ook. Hier kan daar wel heen. Ik heb hier nog de van Woolly Advents. Nee. Woolly Adventures. Oh. Nou, ik ga het hieronder zetten als ik het totaal verkeerd zeg. Het is maandag. Ik ben volgens mij nog niet helemaal wakker. Het was ook vroeg. Ik was om 3:15 thuis en ik was er om 9:00 uit. Ja. Niet heel lang geslapen.
is een hele mooie roze. Met spekkels. Het was wat een veet, maar met deze erbij weet ik niet of het een veet is. Het kan natuurlijk wel. Ik gebruik ze niet als veet. Ze gaan bij mij allemaal mijn memory blanket in. En wat ik overhoud, dat gaat weer in een andere wegen, denk ik. Weet wel zeker. Omdat het Sinterklaas is, vind ik dat ik ook een pakketje mag openmaken van mijn... pardon. Van mijn wollige adventswap. Deze heb ik van What a Wolly heb ik geruild. Dus, ik ben heel benieuwd. Wel sterk plakband. Dan wil ik het. Eigenlijk had ik die eerder moeten uitpakken natuurlijk. Het is wel heel erg leuk. Nou, ik ga vanmiddag dus kerststukjes maken. Misschien dat ik hier dan wat mee kan. Ik vind ze, omdat ze glitteren, wel heel erg leuk. Ik weet of je ze heel goed ziet. Het is roze en... Ja, het is niet goud. Het zijn wat meer wat koper glitters wat erin zit. Vind ik dus heel erg leuk. Het glimt lekker zo met dat licht. Niet over nagedacht. Ja, het is eindelijk een keer een beetje licht. Het vroor afgelopen nachten flink, moet ik zeggen. Het was ijzig koud buiten. Wijden op het oosten, vanuit het oosten. Was niet zo lekker werken, maar ja, we overleven het ook wel weer. Het enige wat ik dus afgelopen weekend gedaan heb, buiten mijn huishouden om, is aan mijn memory blanket, of nog mijn memory, aan mijn pinwheel blanket gebreid. Nou, hij schiet lekker op. Want ik had garen tekort en dat heb ik hier, vanaf hier aangezet. Dus ik heb in totaal, denk ik vanaf afgelopen week, dit hele stuk in een hoek. En dan weer naar de andere hoek gebreid. Ik ben nu weer op een hoek. Ja, en normaal zou ik hem op DPN's breien, want ik heb deze ook gewoon op dubbelpuntige naalden, sokkennaalden, DPN's, gebreid. Alleen ja, de deken die is nogal zwaar. Dus op het moment dat ik die 30 steekjes, ik heb de korte DPN's, als ik ze daarop zet, dan begin ik aan deze kant te breien. En aan die kant glijden de steken er vanaf. Dus ik moet ze eigenlijk wel op deze. En ik heb geen rondbreinaald in deze maat over. Daar staat mijn trui op. Ik moet nog tot deze kant. Ja, en ik durf het bijna niet te zeggen. Het is bijna een beetje beschamend. Ik heb alleen dit bolletje nog van de twee bollen over. Ik hoop dat ik heel ver kom. Maar als ik zie hoe hard de bollen slinken, dan denk ik... Ik weet niet of ik het ga redden. Dus dan zou het zijn dat ik weer in mijn stash moet gaan duiken op zoek naar meer Gotland. Om nog meer te spinnen. Ja, spinnen vind ik geen straf. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel jammer dat ik dus in totaal 4, 5 keer mijn Gotland heb moeten spinnen. Maar het is niet anders. Mijn eerste laag Gotland, of mijn eerste strengen, daar had ik niet eens genoeg voor de vierkanten. Toen dacht ik dat ik alle vierkanten af kon breien en de rand. Toen had ik mijn vierkanten af en zo'n stukje van de rand. Toen was alles op. Dus heb ik bijgesponnen voor de rand. Had ik één grote bol, dacht ik ook dat ik er wel mee kon redden. Nou, ik heb blijkbaar niet zo heel goed technisch inzicht. Maar goed, het is hobby. Het hoeft niet snel af. Dus er zit geen tijdsdruk op. Ja... Het is niet anders. Voor nu ga ik... ik heb een brok speculaas in de oven staan. Voor het geval als je iets hoort tikken. Dat tikt mijn oven tikt net uit. Of dat die op temperatuur is. Ik heb geen idee of je dat hoort. Ik hoor hem heel zachtjes. Maar ja, voor nu ga ik eventjes breien. En vanmiddag ga ik een kerststukje maken. Ga proberen of ik wat foto's of video's in kan voegen. En vanavond is het Sinterklaasavond. Komt de familie bij mij eten. Ook altijd druk mee. Ik doe altijd veel te veel. Ik denk dat dat gewoon mijn grote valkuil is. Maar ja, ik wil altijd dat iedereen het goed heeft. En pakjesavond. Dus een hoop gezelligheid. Ik ga hopelijk wat filmmateriaal invoegen. En anders dan zien jullie mij morgen heel snel weer. Thank you.
Ik ben inmiddels in mijn studio. Ik heb al wat dingetjes op Etsy gezet. En ik ben nu bezig met de wolletjes die al geweest zijn in de adventskalender om die erop te zetten. Ik heb hier dag 1. Die ga ik vlechten. Ik moet nog even een weegschaal halen, want dan weet ik precies hoeveel het is. Maar ik denk het is misschien ook wel leuk om te zien hoe de wol eruit ziet in zijn geheel. Ik heb natuurlijk lange of grote stukken, nou ja, vaak per gewicht. Ik verf meestal per 300 gram. Als ik voor adventskalenders moet verven, dan verft dat makkelijker. Maar dan kun je ook zien dat de kleur dus heel anders overkomt. Er zit hier een streep in mijn beeld. Ik heb wel een lamp aan, maar volgens mij zit er een barst over mijn lens. Dus ja, het is niet anders. Ik moet gewoon kijken om een nieuwe telefoon. Maar dit is dus de Radnor-wol van dag 1, van 1 december. Nou, ik heb het dus over en ik ga ze in mijn Etsy-shop zetten voor de liefhebber. De effene wolletjes, die komen niet in mijn Etsy-shop. Wil je graag daar een stuk van? Dat kan, maar stuur mij dan even een berichtje. Kijk, en dit is dus de eerste. Een hele mooie roze paarse tinten. En ik vlecht ze op, zodat ze ook wat minder ruimte innemen. En de zachtjes, sorry voor het ritselen, maar daar ga ik ze wel in bewaren, want dan komt er ook geen beestjes bij. Dit is de derde dag, dat was een Duitse merino. En dat is aanzienlijk een grover wolletje, dus ook een dikkere lont. Ik probeer elke dag op mijn Facebookgroep wat extra informatie te zetten. Of een foto van het schaap waar het van is. Dus mocht je dat leuk vinden, dan raad ik je wel aan om daar eens te gaan kijken. Ik weet gelukkig ook niet alles uit mijn hoofd, dus ik kan het je ook niet allemaal zo opdreunen. Dit is dus de wol. Je kunt zien door de vele kleurtjes. Nou, die vlecht zit niet heel mooi, maar dat het dus echt ieder wel een ander stukje kan hebben. Maar ja, dit is dan zo'n lont in zijn geheel. En dit zijn allemaal kleuren die ook eenmalig geverfd zijn. Ik heb er geen recept van gemaakt. Dus je kan ze ook niet opnieuw bestellen. Op is op, weg is weg. Nou, het is wel een heel leuk kleurtje. En ik heb alles geverfd met dezelfde wolkleuren. Of wolverf en dezelfde kleuren. Sommige kleuren zijn ook gewoon op. Maar dat heeft wel te maken dat eigenlijk alles wat in de adventskalender zit ook mooi bij elkaar past. En dan had ik die van gisteren. Ik zal de zakken wegleggen voordat het helemaal gek wordt. Dat was de Scandinavische wol. En dat is een veel fijner wolletje. Je ziet ook dat het ongeveer dezelfde hoeveelheid, maar veel dunner. En die heb ik in blauw-groen tinten. Dus die zal ik ook even opvlechten. Het is een soort vingerhaken. Ja, het is eigenlijk gewoon vingerhaken hoe ik ze opvlecht. Je hebt ook van de ververs die vlechten de lonten. Zelf vind ik dat heel vervelend. Want als ik wil gaan spinnen, dan wil ik niet altijd een hele vlecht uit moeten halen. En als het gevlochten is, dan moet je hem helemaal loshalen. En nou kan je in principe hiermee spinnen en dan laat je dit gevlochten hangen. Dat vind ik dus wel heel prettig. Anders heb je heel veel wol om je heen. Nou, ook hier zie je dan de kleuren. Dat past eigenlijk heel mooi bij elkaar. Ik zal je de goede kant van de vlecht even laten zien. Nou, het zijn echt kleurtjes waar ik heel blij van word.
En ik hoop mensen met mij natuurlijk. Maar zo kun je wel zien dat dit een fijner wolletje is dan dit. Want kijk de verschillen. Ik ga hier nog even foto's van maken, wegen. En dan ga ik ze op mijn Etsy shop zetten. Dat ga ik niet met jullie doen, want ik heb de telefoon nodig om foto's te maken. Maar ik heb vandaag besloten, laat mijn huishouden lekker liggen waarvoor het is. Ik ga gewoon lekker creatief bezig zijn. Soms heb je van die dagen, dan heb je dat nodig. Dus jullie zullen vast nog wel wat van mij zien. Even bij jullie terug. Het is inmiddels 7:30, 8:00. Ik heb gedoucht, dus mijn haar zit niet meer op de beste plek. Maar ik kreeg vanmiddag een pakketje binnen die ik jullie graag wou laten zien. Alleen vrees ik dat de kleuren niet heel mooi overkomen zoals het bedoeld is. Ik zat vanmiddag pingwings te naaien. Als goed is heb ik wat foto's ingevoegd. Ik moet nog één pingwing en dan kan ik de oogjes erop zetten. En als ik de oogjes erop heb, dan zet ik eerst de top, dus de bovenlaag van de quilt, in elkaar. Waarna ik nog een mutsje, sjaaltjes en dat soort dingen ga toevoegen. Dat zit er ook allemaal bij het pakket, of bij het pakket, bij het patroon van Shugurido. Dus als je dat volgt, ik heb ook een hashtag die ik gebruik voor haar, volgens mij is het Penguin Parade Call, Quilt Along. Ik weet hem alleen niet zeker. Maar ja, die vind je op Instagram, vind je ze heel veel. En dan bij haar op website. Ik had een pakketje van Edna. Even kijken of het licht goed komt. En dat zijn deze twee. Ik zal even mijn speculaties aan de kant zetten. Dat zijn deze twee. Dit is de Svensk Ull. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het zijn twee strengen van Jarbo. Het is pure Zweedse wol. 100 gram is 180 meter. En dan ga ik dus de kerstwanten meebreien. En ik vind de kleur dus echt heel leuk. De kleur is net wat warmer dan je nu op beeld ziet. Maar wel de rood, zeg maar. Hij komt iets doffer over. Maar, ja, en ik vind het dus echt een hele leuke kleur. Ik ben ook heel blij dat ik dus ze al binnen heb. En ik heb ook een setje weg mogen geven. Zij heeft ook voor deze kleur gekozen, wat ik heel erg leuk vind. Maar ja. Voor nu vind ik het laat. Laat. Ik denk dat ik genoeg gedaan heb. Ik heb, ondanks dat ik tegen mezelf zei, ik ga niets doen. Ik heb alsnog een wasje gedraaid. Maar ja, gebreide sokken, die zijn ook een keer op. Dan moet je nieuwe breien of ze gaan wassen. Dus ik heb ze maar gewassen. Die haal ik meestal hier over de verwarming. Dan zijn ze lekker snel droog. Voor nu heb ik de kaarsjes aangezet. Kacheltje aan. En ik heb mijn... Ik hoop dat ik mijn bol op kan breien aan mijn pinwheel blanket. Nou, ik moet dus nog één kant en alle draadjes afhechten. Oh, als ik de achterkant zie, dan denk ik alleen al, nee. Maar goed, deze hele kant moet nog. En ik heb nog deze bol, dus ik ga kijken hoe ver ik kom. Maar ja, bijspinnen zal ik sowieso moeten. Ik hoop dat ik dit op kan breien vanavond. Ik ga denk ik of een kerstfilm kijken of ik ga nog even een podcast opzetten. Ja. Ik moet toch iets doen tijdens het werk. En anders ga ik verder aan mijn kersttrui. Ik pak mijn spintolletje er nog even bij. Maar ja, om jullie daar nou de hele avond iemand te zien breien. En dat 4 uur lang. Dat vind ik nog een beetje veel van het goede. Dus voor nu ga ik het hierbij laten. En ik zie jullie morgen weer terug. Thank you.
inmiddels woensdag, 7 december. We zijn dus al een week onderweg met de adventskalenders. Ik heb net een heerlijk theetje uit mijn theeadventer al gepakt. Nou, en ik zal jullie eens even bijpraten over mijn goede idee om mijn rand aan mijn deken af te breien. Nou, je kan zien, er moet dus nog een heel stuk aan. Maar mijn garen is dus weer op. Ik moet nog langs, dit is dan één blok, twee kleuren. Dus een grijs, een Gotland en een gekleurde handgesponnen mini. Ik moet nog langs 3,5 blok een rand zetten. Maar mijn Gotland is weer op. Het is echt, nou het is bijna te idioot voor woorden, omdat, ja, hoe vaak kun je tekort aan garen hebben? Nou ja, dan moet je het mij vragen, dan zeg ik gewoon bij elk project. Bij elk project. Ik heb nog een zak Gotland staan. Deze. Dus ik heb mijn spinnenwiel hier ook achter staan. Ik denk, als ik dan tijd en energie heb. Ik denk dat ik met een 100 gram, 150 gram zeker klaar ben. Dit is een kilo volgens mij. Of bijna een kilo. Dus ja, dat moet gaan lukken. Ja, het is inmiddels dus een middag. Ik weet niet of ik dat al gezegd heb. Misschien zie je het ook aan het licht. Het is grijs, het regent af en toe. Ik heb mijn verplichtingen gedaan, zoals ik het dan zelf vind. Ik heb mijn huis schoongemaakt. Jee. Ik vind het niet erg, maar ja, je kan zoveel leukere dingen doen met je tijd. Dus ik vind het nu tijd voor mijn adventskalenders, om die open te maken. Ik heb een bakje thee gepakt, nu even lekker rust. Vannacht weer werken, dus ik doe ook vandaag niet zo heel veel meer. Ik heb mijn spintel hier staan, daar wil ik straks nog mee aan de slag. En dat is denk ik ook het enige wat ik ga doen. Ja, en ik wil deze video bewerken en online zetten. Kleurtjes worden wel steeds leuker. Het waren eerst even kleurtjes. Ik vind alleen het idee van deze kleine strengetjes niet heel ideaal, maar ik wikkel ze gelijk op en dan is het geen probleem. Het is wel echt een, nou eigenlijk, ik denk scheerwolachtige sokgarens. Is niet erg, want ik brei ze in mijn memory blanket en de rand is ook van een, dat is de Drops Fabel en dan in het licht grijs. Dus dat past perfect. Nou, ik ben er heel blij mee, met minis. Hoe meer minis, hoe leuker het is. De New Adventures. Ah, oh, ik heb het weer niet opgezocht. Twee steekjes is een wolwinkel. Maar ik ga het hieronder gewoon allemaal linken, want anders komen we nog nergens. Het is wel heel slecht van mij dat ik het gewoon niet kan onthouden. Hele leuke roze. Met een kerstmuts. Wel heel leuk. En een ster erop. Hij glimt ook zo lekker. Nou, dat vind ik dus heel erg leuk. Deze strengen zijn dus net iets groter. Die kun je wel wikkelen. Als ik deze ga draaien. En ik wil hem dan gaan twisten. Dan krijg je zo'n propje. Dat wil net niet. Maar ja, dat geeft niks. Dan geef een paard niet in de bek kijken. Ik vind ze heel erg leuk. Ik ben ook heel blij met deze. Heel leuke garens. En dan heb ik mijn eigen adventskalender nog. Wat zou er toch in zitten? Ik heb ze heel goed dichtgemaakt. Er zit in een geurkaarsje. En er zit een iets rustiekere wol in, dus Exmahorn. Exmahorn. En ik heb hem in deze kleurtjes. Dus het is roze met blauw. Ik denk dat de blauwe en het roze wel mooi uitkomt. Het is eigenlijk wat een verloop. Ze gaat van het blauwe naar het roze, naar het groen-geel, weer naar roze, weer naar blauw. En zo gaat volgens mij de hele streng. Ik heb nog een heel stuk over. Ik ga proberen die
Ja, ik zou zeggen zondag, maar dan moet ik kijken of ik zaterdag de foto's kan maken. Want zaterdag overdag ben ik vrij. Maar ik moet de nacht wel weer in. Ik heb alleen vrijdag op zaterdagnacht vrij. Want ik mag weg. Ik ga naar de kerstmarkt samen met mijn moeder vrijdag. Dus ik had vrij gevraagd. Dus ik heb nu 2 nachten, 1 nacht vrij, dan weer 3 nachten. Dus om nou te zeggen, ik let het zaterdag of zondag online. Moet ik even kijken of het gaat lukken. Maar als het goed is, alle geverfd... Mijn vaat was er bemoeid zich mee. Mijn geverfde bolletjes van de adventskalender, die komen online elke week. Dus ik heb gisteren, heb ik, dat, voor jullie is dat dan, ja gisteren, want ik zet hem straks online. De bolletjes van afgelopen week online gezet. Dus mocht je daar belangstelling bij hebben, neem een kijkje. Wil je de effene bolletjes, dus de geverfde bolletjes staan erin, de effene bolletjes heb ik er niet in staan. Wil je daar een stuk van, stuur mij even een berichtje, dan regelen we dat. Nou, voor nu ga ik genieten van mijn kopje thee. Ik denk dat ik een kerstboom heb gezet. Ik zag dat er weer nieuwe waren. Op Netflix. Nee. Ik vind kerstfilms heerlijk, van die feel-good films. En ik ga met mijn spintol aan de gang. Ik heb nog 1 Rolex. Die ik moet spinnen. Ik hoop dat het erop past. Anders doe ik hem in mijn scrappy bag. En dan ga ik dit twijnen. Ik ga hem wel twijnen op mijn wiel. Ik denk dat dat fijner twijnt. Ik probeer de kleuren wat mooi te vangen. Kijk. Dus dat ga ik voor vandaag nog doen. Ja. En voor de rest lekker warm hangen. Nou, ik ga hier alvast de video afsluiten. Ik wens jullie een hele fijne decemberweek. En ik hoop jullie heel snel weer te zien.